Vinicius. Oh, mooie knal, geweldige goal. Stones kopt, daar is Haaland. Voor Mbappé, eerste kans uit de goal. De Bruyne. Oh, De Bruyne. Oh, Courtois met een geweldige hand. I've always dreamt of winning this competition. So now I'm going to touch that cup. Dag iedereen, welkom bij de allerlaatste aflevering van de Champions Club podcast van dit seizoen. De podcast wordt opgenomen 2 dagen voor de eindstrijd in Londen. En de finale, dat is natuurlijk Real Madrid tegen Borussia Dortmund. Een relatief verrassende affiche, vooral door de Duitse aanwezigheid. We gaan er het komende half uur, 40 minuutjes op vooruitblikken met de man die commentaar gaat geven voor ons voor Pick Sports. Dat is Peter van de Bent. En met een van de 3 analisten in de studio. Dag Wesley Sonck. Dag Nicola. Wes, ik ga bij jou beginnen. Je vindt het toch niet erg dat we jou van de golfbaan hebben weggetrokken? Ik zit niet op de golfbaan, ik zit in de studio. Maar ja, het was ook niet gepland om te golven nu dus. Nee, van dat. Maar ik moet wel zeggen... Je bent nog niet met vakantie, hè? Nee, ik ben nog niet met vakantie. Maar veel golven zitten de laatste weken. Ik probeer het wel te doen. Maar het probleem is, Nicola, het blijft alleen maar regenen. Ja. Vorige week zat ik op de Soudal Open. Regen, heel 4 dagen. Ze hebben het programma zelfs moeten aanpassen daar. Omdat onweer. Maar wel met wereldkampioen gespeeld. Ja, Mathieu van der Poel. Hoe geweldig is dat? Ja. Kan iedereen wat van? Ja, eigenlijk wel. Ja. Die mens kan alles. Die heeft zelf verteld, ooit testen gedaan als voetballer bij Antwerp. Ja, echt? Ik zeg, je hebt toch het goede gekozen. Ja, maar misschien was hij daar in het voetbal ook geslaagd. Hè. Ja, Peter, jij bent er zeker nog met je gedachten bij. Ook een EK nog voor te bereiden. Ja, volgende week. Ja, het is nog even vol gas tot 15 juli. Welke landen heb je al gedaan? Zijn er al gepast? Het is te zeggen, ik heb 2 soorten voorbereiding. Namelijk de landen zelf in palmares en geschiedenis en zo verder. En zo. Dus daar ben ik nu, moet ik alleen nog Oekraïne doen van de 12 die ik moet doen. Die heb ik al gedaan. Maar dan begin ik vanaf maandag aan de spelerslijsten. Hè. Dus dat is, dat is het echte werk. Dat is het echte werk, dus maal 12. En ik geef toe, ik doe niet alle 26. Dus dat heb ik afgeleerd. Dus ik doe er eigenlijk 20, 1, 22, zo'n 20. En de derde keeper doe ik nooit. Maar dus als die opduikt, moet ik snel even de iPhone erbij nemen. Maar eigenlijk zouden we moeten zien de voorbereiding van Peter. Hè. Wij weten ondertussen, die bladzijden die daar voor ons liggen. Ik vraag me dikwijls af, kun je dat nog lezen, Peter? Ik heb mijn nieuwe bril aangeschaft. Een leesbril, want de vorige dag was... Grote schrijven was ook een optie, Peter. Ik heb hem laten liggen bij de laatste wedstrijd van Real. Want dat prachtige stadion waar we met open mond zitten naar te kijken. Ja, daar slaan ze er toch in om de beeldschermen waarop we moeten kijken onder een slechte hoek op de commentaarpositie te zetten. En dus moet je die een beetje rechter zetten en je moet je daar iets onder stoppen. Je brildoosje. En dwaas als ik ben, heb ik niet alleen mijn brillendoos daaronder gestopt, maar ook mijn bril er laten inzitten. Hè. Ik had het ook kunnen uitpakken. Dus, maar hij was al oud, dus het was... niet zo erg. Oké, goed. Dat zijn inderdaad... Hoeveel pagina's heb je zo bij voor 1 match? Voor de Champions League finale? Dus voor een EK is het wel nog uitgebreider eigenlijk. Ja. Maak ik zo'n A4-blad met ondertussen nog een stukje eraan met spelers. Terwijl voor Europees voetbal is het in 2 verdeeld. En is het ondertussen wel langer geworden dan vroeger. Dus het is tijd dat ik ga stoppen, want anders moeten de commentaarposities groter worden. Ja. We gaan toch eens een foto online zetten. Aan de Champions League finale aan zich is natuurlijk minder werk. Ja. Omdat Real Madrid en Dortmund heb ik ondertussen al het hele seizoen misschien allebei al 5, 6 keer gedaan. Dan is het bijwerken en bijlezen. Dus dat is op zich wat minder werk. Een uurtje, zeg maar. even met de deur in huis vallen. Was het een memorabel Champions League seizoen, los van de finale die nog moet komen? Wesley? Memorabel in welke zin? Dat Real Madrid bijgebleven? Was het een memorabel seizoen? Champions League weer in campagne? De finale staat. Ja, maar ik bedoel, zijn er nog andere dingen die je gaan bijblijven van dit Champions League seizoen? Of was het de voorbije jaren misschien net wat straffer? Ja, ik blijf erbij. De Champions League begint voor mij altijd na nieuwjaar. Dan zien we pas echt goed hoe goed de ploegen zijn in de Champions League. De kwaliteit die daar geleverd wordt, dat is echt van het hoogste niveau. Ik blijf het ook zeggen, dat is de beste competitie in Europa. Misschien zelfs in de wereld. En de ploegen die wij altijd te zien krijgen, zoals Real en City en Arsenal dit jaar... dat is eigenlijk geen verrassing meer voor ons, vind ik. Omdat wij dat ook al zo lang volgen. We kennen de kwaliteit. We zien die ploegen ook heel veel spelen. In hun competities, maar ook in de Champions League. We volgen die live. Ook helemaal anders dan op tv bijvoorbeeld. Want live
kan je bijvoorbeeld vaak zien. Hoe staan die georganiseerd, verdedigend? Wat doen die? Ik heb hier in het begin van het seizoen nog gezegd... Ja, dat Dortmund, als die zo spelen, gaan die nooit de finale halen. Die zitten nu in de finale. Maar dat Dortmund van toen is nu niet meer het Dortmund. Nee. Dus dat is voor mij wel de enorme verrassing in de Champions League. Peter, jou? Nee, ik vond het geen Grand Cru jaar, eerlijk gezegd. Ik ook al een beetje aan toen ik de vraag stelde. Ja, tot de groepsfase vond ik alles bij elkaar... teleurstellend, maar ik onderschrijf natuurlijk wel wat Wesley zegt. Dat wil niet zeggen dat het slechte ploegen zijn, maar ik bedoel het niveau, de spanning, het spektakel in de wedstrijden. Er waren een paar echt formidabele wedstrijden in de groepsfase. Waar wij bij waren, PSG, Barcelona of Barcelona. Ja, maar dat is al, ik had het nu nog even over de groepsfase, zoals Newcastle, PSG, bijvoorbeeld Dortmund, PSG, toen in de groepsfase was ook geweldig. En er zijn er zeker een paar geweest, maar als je bijvoorbeeld dit seizoen legt, en dan heb ik het over sensatie, spektakel, ook wel kwaliteitig op sommige momenten, naast dat memorabele jaar met de remontadas een paar jaar geleden van Real Madrid. Ja, dat was er één voor de eeuwigheid. Een hele seizoen op de finale na. Mm-hmm. En wat dat betreft zijn er toch een aantal minder leuke wedstrijden geweest. Maar goed, voor alle duidelijkheid. In perspectief. Ja, natuurlijk. In perspectief. Het was wel de laatste Champions League campagne, oude stijl. Ja. Ja, zijn jullie benieuwd naar de veranderingen die eraan zitten komen? De league phase. Ja, uiteraard. 8 matchen voor iedereen. Ja, en ik denk wel, maar goed, het zal moeten blijken dat wedstrijden in de groepsfase misschien langer interessant gaan worden. Wel, wat Wesley eigenlijk meteen zei, voor mij begint het pas in de knock-out fase. Dat is wat UEFA nu wil veranderen. Ja. Als ze daarin gaan slagen, dat weten we nog niet. Maar... Omdat het belangrijk is om zo hoog mogelijk te eindigen in de stand, in de eindstand. Terwijl anders was je na 4 speeldagen al zeker als grote club van kwalificatie en groepswinst en die laatste 2 deden niet. Dus ik denk dat, maar goed, de praktijk moet het uitwijzen, dat het misschien wel vooruitgang is. Ik kijk er in elk geval heel erg naar uit. Er zijn ook nog 2 speeldagen meer. We hadden nog wel wat tijd over. Nou, dus, nieuwjaar nu. Ja, in januari. Ja, klopt, dat gaat ook wat vreemd zijn, maar goed. Maar eerst dus nog ontdekken wie de winnaar wordt van de laatste klassieke Champions League campagne. Ik zag bij het voorbereiden een opvallend statistiekje passeren over de voorbije 4 Champions League finales. Ja, heb je dat ook gezien? 1-0. Telkens 1 goal. Ja. We gaan ze misschien nog eens overlopen. We hadden natuurlijk vorig seizoen Man City tegen Inter 1-0. Liverpool-Real Madrid was in 2022 een 1-0 zege voor Real. Chelsea won van City met 1-0. En Bayern München won van PSG in het COVID-jaar daar in Lissabon. Ook met 1-0. Dat is wel opvallend in het Champions League finale. Nu moet ik zeggen, die in Parijs... Tussen Liverpool en Real, die is alleen maar op 1-0 geëindigd, omdat Thibaut Courtois 5 mirakels heeft gedaan. Want anders was het 5-1 voor Liverpool geweest. Dus ik vond dat geen slechte finale. Nee. Helemaal niet. Ja. Die tussen City en Chelsea. Dat was de eerste post-corona met publiek in Porto. In het stadion heb ik daarvan genoten. Vond ik dat eigenlijk best wel een goede wedstrijd met veel spanning en dan de sensationele overwinning. Maar ja, blijkbaar thuis was het niet om aan te gluren. Meestal finales zijn zulke wedstrijden de memorabele finales die je kan onthouden van vroeger in de Champions League. Die 3-0 en dan 3-3 worden. Was het in Istanbul Liverpool, in 2005. Milan tegen Liverpool. Tegen Milan inderdaad. Ja. Ik zou ook liever hebben, en ik kan me niet van de indruk ontdoen, dat het nu geen 1-0 gaat worden. Mm-hmm. Denk ik ook niet, maar ja, goed. Ik geef het maar mee. Weten jullie nog wie de doelpuntenmakers waren trouwens? De laatste 4 finales. Wie die telkens die ene goal maakte? Quizje tussendoor. Vinicius in elk geval. Vinicius, in check. Parijs. Havertz van Chelsea. Ik zou de dingen zo moeten zien. Rodri, 3-0 is gespeeld. En Kingsley Coman. Voor Bayern. Tegen zijn ex-club. Goed. Ja, Peter, je hebt ook al de Europa League finale becommentarieerd. Daar kregen we wel meer goals, maar dan was het ook niet spannend. Voor de rest hebben we niet veel eisend. Dus dat is de laatste keer geweest dat ik vooraf zal zeggen dat het niet anders kan dan een geweldige finale worden. Want het was geen slechte. Hè? Maar toch ver beneden van wat ik ervan verwacht had. Maar in vergelijking met waar de rit die Wesley gisteren heeft moeten uitzitten in de studio, de finale van de Conference League. Ja, hallo. Als hij niet scherp is in deze podcast, dat is de verklaring. Maar echt, het was niet helemaal. Maar we gaan erover zwijgen. Maar vooral ook...
En eigenlijk was dat ook al zo. Ik had het er met Gert over in de finale van de Conference League. Want er wordt dan gezegd... Leverkusen, de kampioen van... Europa League. Leverkusen, de kampioen van Duitsland. Had ook wel finale van de Champions League kunnen spelen. Ja, als ik dan naar het niveau... dan hebben we het echt over het niveau van het voetbal. De controle, de paas, de snelheid van uitvoering. Ja, dat is toch nog altijd een verdiepje lager. Dan hebben ze twee. Nog werk om mee te doen. Denk ik dan maar. De individuele klasse is mannen zoals Vinicius en Rodrigo en Bellingham. Ja. En dan heb je Foden. Sorry, die lopen nog niet bij Leverkusen rond. Nee. En dat heb je altijd als je op donderdag naar Europa League kijkt. En wij kijken dan vaak naar wedstrijden van de Belgische clubs natuurlijk. Maar ik vond dat nu ook in de finale met, nog een keer, de kampioen van Duitsland die Bayern München op 20 punten heeft gezet. Dus het blijft toch nog altijd, hoe je het ook draait of keert. En we hebben nu gezegd, geen Grand Cru jaar. Qua kwaliteit, geweldig. En dus zijn we heel blij dat de Champions League ook de komende 3 seizoenen nog bij Pick Sports blijft. Dat geven we nog maar even mee, terloops. Kunnen het niet genoeg herhalen. Inderdaad. We gaan het over de twee ploegen hebben die de finale spelen. Het parcours, Wesley, van Dortmund. Je hebt het aangegeven, het is niet meer hetzelfde, Dortmund. Maar het was geen simpel parcours, hè? Uiteindelijk. In de groepsfase al, groep dus doods, werd gezegd, die winnen ze wel. Die winnen ze. En ik heb de eerste wedstrijd gezien van Dortmund in PSG, waar ze echt wel de mindere waren. Waar ze... Ja, ik het gevoel had van, oei, dit wordt een moeilijke om te strijden voor de tweede plek, had ik toen in mijn gedacht. Ja. Want ja, inderdaad, met Newcastle, Milan en PSG in de groep, dan denk je van, dit Dortmund gaat dat niet halen. Ja, wat blijkt achteraf, en ik heb dat ook nog eens gecheckt, die mannen hebben nooit meer dan 2 doelpunten tegengekregen in elke wedstrijd. Dus om wat te zeggen, en ik kon mij ook niet van de indruk ontdoen, ik heb de wedstrijd daar, een paar wedstrijden gezien van Dortmund, maar vooral die wedstrijd, dan dacht ik van, hoe hoog spelen jullie met je ploeg tegen Mbappé? Ja. In een 1-tegen-1 situatie waar Hummels dan een paar keer werd voorbijgelopen. Maar moet ik wel nu even terug zeggen, de matchen die ze gespeeld tegen PSG nu, goed verdedigd. Ja, ook al heeft PSG wel wat kansen gehad, toch hebben ze goed verdedigd. Het was een redelijk mirakel, hè, Peter? Ja, maar daar hoort de verdediging ook bij. Ik bedoel, er staat ook een doelman in. Hoeveel keer lat en paal in die ene match terug? 3 of 4 keer in totaal. Dus in de terugmatch 4. En 2 keer in de heenmatch. 6 keer in totaal was het. Ja. En over het, ik heb het cijfer nu niet genoteerd. Ik denk over het hele Champions League jaar, Dortmund. 13 of 14. Ja. Ze hebben denk ik 5 of 6 clean sheets. Mm-hmm. Dus goed verdedigd. Ja, uitstekend. Maar dus ze hadden ook 12 of 13 doelpunten meer kunnen tegenkrijgen. Ik heb er niet onlangs, misschien vandaag of gisteren, nog een stuk over gelezen. Dus blijkbaar, want rond de winterstop is het wel gekeerd. Want dat was een van de grote problemen, open deur bij Dortmund. Dus ze hebben de organisatie toch op punt gehad. En ja, de inbreng van Nuru Sahin wordt daar heel belangrijk geacht. Die gehaald is van Taljaspor. Als tactisch brein, als man die de ploeg zette. Die, en wanneer is die gekomen? In december. Net na nieuwjaar. Want hij was coach bij Antalya. Antalyaspor, hoofdcoach, is dan naar Dortmund gekomen. En ja, er is nu zo'n beetje discussie over. Ja, gaan ze nu het contract van Terzic verlengen tot 2025? Want die Sahin maakt er geen geheim van. Ja, dat hij een T1 is. Graag ook in Dortmund. Goed voor de sfeer. Ja, voorlopig blijkt dat toch niet echt een probleem te zijn. Maar dus, dat heeft er dan toch mee te maken dat er wat meer organisatie is ingekomen. Ja. Maar goed, hoe je het ook draait of keert, Dortmund heeft geweldige wedstrijden gespeeld. Zoals thuis tegen, was echt wel een goede wedstrijd thuis, de heenmatch tegen PSG. Maar heeft natuurlijk wel een abnormale dosis meeval gehad. Maar over de trainer, daar moeten we misschien wel even over praten. Inderdaad, Edin Terzic, want in december zijn lot aan een zijden draadje, is maar 5e geworden met Dortmund in de Bundesliga. Maar nu staat hij natuurlijk met zijn team in de finale. We gaan eens luisteren hoe hij vooruitkijkt naar die eindstrijd. Unser Ziel war es nicht, uns fürs Finale zu qualifizieren, sondern unser Ziel ist es, die Champions League zu gewinnen. Und wenn du die Champions League gewinnen willst, musst du die Champions schlagen. Und jetzt wartet der absolute Champion in der Geschichte des Fußballs und besonders in diesem Wettbewerb auf uns. Der absolute Endgegner, wenn man das so in einer neuen Sprache vielleicht definieren möchte. Sie haben jetzt 14 Mal
diese Erfahrung schon machen dürfen. Sie haben in den letzten 10 Jahren 5-mal die Champions League gewonnen. Das heißt, wenn wir es jetzt statistisch gesehen, also wir werden ja als Trainer immer mit Statistiken konfrontiert, vor der Saison waren sie schon bei 50%, dass sie es dieses Jahr wieder gewinnen werden. Aber das zählt alles nicht. Das zählt alles nicht. Jeder, der meinen Ansatz vor den K.O.-Spielen vielleicht ein bisschen verfolgt hat, da habe ich immer gesagt, ja, unser Ziel ist es, das Ganze auf ein Spiel runterzubrechen. Wir fahren jetzt nach Madrid oder wir sorgen dafür, dass wir in PSV Eindhoven das Spiel auf ein Spiel runterbrechen. Und bei einem Finale müssen wir es nicht mal runterbrechen, es ist dieses eine Spiel. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass in einem Spiel alles möglich ist. Und wenn jemand gezeigt hat, dass man in einem Spiel vieles erreichen kann, dann sind wir das gewesen. Ja, Wes, je hebt in Duitsland gespeeld. Peter, jou heb ik vloeiend Duits horen praten met Roman Weidenfeller. Vat eens kort samen voor de mensen die het allemaal wat minder begrepen hebben. Wat zei de man? Ja, dat ze het doel hadden om Champions League te spelen. Niet alleen te spelen, maar ook te winnen. Opvallend, nee, goed. En dan kwamen er wat statistieken bij. En dat klopt wel dat die laatste 10 jaar had er 5 keer Real Madrid gewonnen. Maar dan begint hij ook te vertellen van het feit dat alles mogelijk is in de Champions League. En zeker in één wedstrijd. En dat ze dat ook kunnen winnen. Dat zij dat getoond hebben dit jaar. Correct, Peter? Ja, kan je mee leven? En hij zei dus, toen we naar Parijs of naar dingen, was het altijd de zaak om de ene wedstrijd te overleven en de volgende belangrijk te houden. En nu gaat het om één wedstrijd. Dus ik vind het goed dat hij zoveel zelfvertrouwen uitstraalt. Wat mij betreft is dat prima. Ja. Het zal niet volstaan, maar het is toch al dat. Die indruk heb ik ook. Het zal niet volstaan. Ja, je geeft het al weg dat Real Madrid het favoriet is. Dat wisten we nog niet. Maar in elk geval, Peter, wie is jou bij Dortmund opgevallen als speler dan, dit seizoen? De meest verbazingwekkende, niet de spectaculairste, was wel Mats Hummels. Hè. Zoals die eigenlijk toch al een paar keer is afgeschreven. En je zag het er ook aan, was eigenlijk toch een beetje een oude verdediger geworden. Ja, die heeft zichzelf toch heruitgevonden. En hij heeft toch ook allerlei dingen voor gedaan. Hij heeft de kapiteinswand afgegeven. Zich gaan focussen, anders gaan leven, trainen, eten en zo verder. Maar ja, niet alleen dat doelpunt gemaakt in Parijs, maar gewoon messcherp verdedigd tegen toch een indrukwekkend aanvalstrio. En aan de andere kant, maar ik denk dat hij niet in de selectie zit van Jadon Sancho, zoals die speelde thuis in de halve finale tegen Paris Saint-Germain. Ja, dat was volgens mij 10 jaar geleden dat hij bij wijze van spreken dat niveau nog herboren dus ineens kon je zien, vond ik, waarom ooit Man United, 80 of 100 miljoen voor hem had betaald. Ja. Over Hummels, die heeft inderdaad bovendien alle 12e Champions League matchen volledig gespeeld. Ja. Is geen enkele keer gewisseld. Was ook de beste balrecuperator. Of gaat niet naar het EK, is daar zelf bijzonder ontstemd over. Ja, want Sancho, wat is er aan de hand met Sancho? Waarom zit hij niet in de selectie? Ja, dat de keuze nogal groot is. Engeland, ik dacht dat hij bedoelde dat hij niet in de selectie is. Nee, EK-selectie. Ik schrok al, ik had hem niet nog niet meegekregen. Ik was wel mee, Peter. Ja, ik ben al aan het verder. Ik vind dat ook. Engeland heeft zoveel keuze. Maar ik, Sancho, ik moet zeggen, ik vind dat ook wel, die heeft zoiets. Maar het is te veel ups en downs. En die wedstrijd, ik moet Peter bijstaan, Hummels, dat was niet normaal dit jaar. En Niklas Füllkrug? Ja, dat is een beetje een rare spits. Nicolas Stevige, maar wel bruikbaar. Ik vind dat een heel bruikbare spits. Ik heb daar ook wat dingen rond getoond. Dat is een hele sterke spits, een beetje aanspeelpunt. Maar de goal die hij maakt, gaat hij wel goed in de diepte die meepakt. Dus hij kan het wel, alle twee. En het is een beetje de grote, sterke spits. Het is niet de meest fijn besnaarde, maar dat telt niet. Tussen de 3 witte palen moeten ze. En dat maakt het ook een mooi verhaal, want hij is pas op latere leeftijd in eerste klasse beland. Hij stond denk ik gisteren met een heel uitgebreid interview in Marca. 800 à 1000 dagen geblesseerd geweest. Ja, 3 jaar lang operaties aan 986. 986, oké, voilà. Operaties aan knieën en enkels. 3 seizoenen niet oud dat geweest. Dat zoveel was. Nee, ik ook effectief niet. Effectief 3 jaar. Ja. En die gast is niet aan één stuk, ik ben nooit 986 dagen geblesseerd geweest in mijn carrière. No way, dat kan niet. En vooral,
Hij komt nu tegen Rüdiger te staan. Ja. He, straks gaan ze samen strijden in Duitsland voor de Europese titel. Nu tegenover elkaar. En hij vindt dat geweldig. Hij zegt die Rüdiger, ja, formidabele kerel. De vonken gaan eraf vliegen. De vonken gaan eraf vliegen. Ze gaan elkaar niet sparen. Hij heeft graag dat soort verdedigers die hem ellebogen en kopstoten en schoppen geven. Want ja, deelt zelf ook uit. Dus alleen al maar dat duel is toch ook iets om naar uit te kijken. En inderdaad, de sport leeft van verhalen. En ja, dit is er zo toch één. Dit is er zo toch één. Toen hij in Qatar ineens opdook, zeiden we... Wie? Onder welke steen komt die vandaan gekropen? Ja. En kijk, ja, dus dat vind ik, kan ik altijd wel appreciëren. Dus dat hij nog bij Bremen, zeg. Hè? Ja. Wat ik wel ook zag, Wesley, bij Dortmund, 12 verschillende doelpuntenmakers in deze campagne. Fulkroek is topschutter met 3 goals. Ja, dat is... Dus het gevaar komt wel van alle kanten. Ja, maar dat is ook een van de mankementen, vind ik. Het feit dat... Het komt een beetje van overal. Maar in dat opzicht, de vraag is, en ik denk dan altijd ver, stel, trainer heeft een plan morgen en het komt er niet uit. Wat moet je dan gaan doen? Wie gaat dan de belangrijke man zijn vooraan? Oké, ze kunnen allemaal een beetje een goal maken, maar in de competitie is Donny helemaal een topschutter. Ja, die zat op de bank de laatste twee wedstrijden in de Champions League. Ja, was ook niet fit, hè? Nee, oké, maar... Ja, als je echt belangrijk bent, dan speel je wel. Dus ik heb zo'n beetje het gevoel bij Dortmund van ja, ze krijgen er niet veel tegen, maar de laatste wedstrijden maken ze er ook niet veel. En wat Peter dan straks ook zei, ze hebben heel veel geluk gehad. En mijn vraag is, stel dat ze op achterstand komen, hoe gaan ze dat oplossen? Hoe gaan ze dat offensief? Is er een plan B, C? En als je al met full crew speelt, ballen droppen... Ik weet niet, bij Dortmund zijn daar niet echt mannen die je kunt in die ploeg droppen en zeggen van kijk, nu gaan we het eens met lange ballen proberen. By the way, dat gaan ze graag hebben bij Real van achter, dat je dan met lange ballen... Dus ik vraag me af, als dat scenario zich voordoet, hoe gaan ze dat oplossen? Maar ik las de analyse van Thomas Meunier, die zei van... de Champions League is Dortmund op het lijf geschreven, omdat ze eigenlijk het beste van al kunnen is een beetje inzakken en dan snel tegenstoten. Daarvoor hebben ze inderdaad ook de snelheid in de ploeg. Terwijl ze in de Bundesliga, ja, zijn ze bij de betere ploegen, moeten ze een soort dominant voetbal spelen, wat moeilijker is. Ja. Nu komen ze wel tegen een ploeg die volgens mij dat ook heel goed kan. Ja. Zo wat denk je dan van, hier, je mocht een bal hebben, dan... Maar ik denk toch... Maar goed, dat verbaasde mij thuis wel tegen Paris Saint-Germain, want ik had dat daar ook gedacht en toch probeerden ze daar zelf aan te vallen. Maar kijk, als je nu een rangschikking zou moeten maken van welke waren de beste ploegen in de Champions League dit seizoen, hè? Ja, bij mij staan geen van de twee overigens. Voetballen in de top. Ja, qua kwaliteit, wat hebben ze gebracht? Het zijn de beste, want ze bestaan in de finale. Maar ik wil zeggen, qua kwaliteit, qua niveau dat ze hebben gehaald, geen van de twee staat bij mij in de top 3. Wel, en Dortmund zou ik zeggen op 8 of 7. Ik wil nu zeggen 6 of 7. En ik weet wel, dat is een arbitraire en zeer subjectieve. En wie staat er op 1, 2 en 3? Man City nogal. Ja. Het zijn de, vooral twee heel gelukkige finalisten. Ja, want we hebben het al over Dortmund, straks ook over Real. Ja, die hebben hun portie B-val natuurlijk ook wel gehad. Maar Paris Saint-Germain vind ik dit seizoen. Ja. Ja. Kan ik inkomen. Misschien nog even over een andere nieuwkomer die in januari erbij kwam. Ze hebben Sancho gehaald, ze hebben ook Maatsen gehaald. Ja. Ook die... Ja, levert wel een belangrijke bijdrage in dat systeem. Want we hebben daar ook wel analyse over gemaakt, over het feit, de infiltraties die hij heeft met en zonder bal. Natuurlijk, in het moderne voetbal is het belangrijk dat je hele goede linksachter, rechtsachters hebt, mannen die de achterlijn kunnen bereiken. En dat is misschien ook wel een van de kwaliteiten is van Dortmund. Dat is een ploeg, wat Peter net zei, bij momenten zo wat... defensiever gaan staan op eigen helft, maar dan moet je ook lopers hebben. Wel, ik denk dat hij dat verpersoonlijkt. We hebben even met hem kunnen praten maandag op de Media Day in Dortmund. Deed dat op een zeer rustige manier, zullen we het beschaafd zeggen. Maar in elk geval dat hij van de promotie onder Kompany in de Championship, 1 jaar later dan de finale zou spelen van de Champions League, dat had hij zeker niet verwacht. Heb je al gezien wie coach wordt bij Bayern München volgend jaar? Nee, dat nog niet. Ben ik niet mee. Heb je al gezien wie coach wordt bij Bayern München volgend jaar? Nee, dat nog niet. Ben ik niet mee bezig. Natuurlijk hoor je een paar dingen in de media en zo, maar ik focus me nu gewoon op Dortmund. En de Champions League finale is veel belangrijker.
Ja, je kent hem heel goed. Het is Vincent Kompany. Had je verwacht vorig jaar toen je de championship won met hem, dat je een jaar later de Champions League finale ging spelen? Eerlijk gezegd niet, maar ja, voetbal kan snel gaan. Dus ja, nu sta ik hier. Dus ik ben ontzettend blij dat hij ook een part aan mijn journey heeft gedaan. Geholpen. Dus ik ben ontzettend dankbaar ook. Ja, heb je veel onder hem geleerd, onder Vincent Kompany bij Burnley? Ja, best wel. Ik denk in het seizoen ja, je ziet dat we kampioen werden met Burnley en ik een goede rol had in het team. Dus ja, dat heeft me wel goed geholpen. Een goede rol in het team, ja. Misschien niet het allerscherpste mes uit de lade. We kiezen voor een Nederlandstalige dachten. Ik hoop dat hij... Hij speelt niet zo, hè? Daarom dacht ik, we laten het toch maar even horen. Ja, het is te hopen dat hij niet denkt dat hij al de beste van de wereld is, zo ergens in minuut 85 en een geweldige dribbel gaat opzetten. Want we zagen hem bezig tegen PSV. Ja. En toen dachten we, oh, jongen, hou een keer simpel. Dan deed hij dat 3-4 keer, ja, risicovol. Het was ook Maatse die tegen Atletico in de kwartfinale. Dus van bescheidenheid heeft hij op het veld geen last. Ja, en we dachten, ja, kunnen we hier nu eigenlijk iets mee doen? Maar ik wou het toch eens laten horen om het contrast te laten zien met zijn manier van spelen. Ja, maar je hebt dat vaker. Ja. Goed, er zijn trouwens in Brussel heel wat mensen die voor Dortmund supporteren. Want als het zo is dat Dortmund de Champions League zou winnen, dan mag Anderlecht rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. Dat klopt. Helemaal terzijde. Ja. Maar we gaan het over Real Madrid hebben, natuurlijk, mannen. En dan moeten we het sowieso hebben over Thibaut Courtois. Ancelotti heeft maandag op de media day van Real Madrid gezegd: moeilijke keuze, de twee keepers verdienen het om te spelen in die finale, Peter. Maar de probleem is opgelost. Het probleem is opgelost, waarom? Ja, Lunin ligt nog altijd ziek in bed. Hij is niet meegevlogen. Hij komt nadien. Ja. Maar goed, los daarvan was het toch ook Thibaut Courtois geweest. En waarom deed Ancelotti er volgens jou dan zo mysterieus over? Maar ik vind het wel... Uit respect? Ja, wel, en dat verdient hij ook wel, Lunin. Dus dat Ancelotti er zo gezegd lang over nadenkt en pas op het einde de knoop doorhakt. En hij gaf zelf al aan, ik vind het overigens prettig dat iedereen er de hele tijd over bezig is, zei hij zelf ook wel. Maar ik vind dat wel een vorm van respect. Maar je moet op het einde natuurlijk wel de juiste keuze maken, wanneer is gebleken dat Thibaut Courtois weer helemaal fit is. En het is grappig, ik las het vandaag nog in een Engelse krant. Dus Thibaut Courtois is beginnen spelen. Hij heeft dus 4 wedstrijden gespeeld, van tegen Betis een dik uur. Hij heeft geen enkel doelpunt geïncasseerd. 0 golen tegen. Ja. En heeft 1 wedstrijd niet gespeeld, namelijk tegen Villarreal, waar Lunin mocht keepen. 4-4. Ja, dat is toch een beetje, dat is toch een beetje jammer dan voor Lunin. En Peter, die matchen die hij speelt, Thibaut doet hij heel goede saves. Dus ik verdenk de spelers van Real ervan om tegen Alaves, één opdracht van Ancelotti, de deur te hebben opengezet. Tegen Villarreal bedoel je? Nee. Tegen Alaves, pardon. Laat mij spreken dan, jongens. Sorry. Tegen Alaves. Waar dus Real Madrid voor het eerst een aantal doelpogingen, denk 18, heeft tegengekregen. 18 doelpogingen tegen. Okay. Was niet meer gebeurd sinds Casillas in 2008. 10 tussen de palen. En Courtois heeft ze allemaal gepakt. Dus ik verdenk ervan dat dat een soort open training was. Ja. Om te zien, is hij fit, kan hij het nog? En dan kunnen we hem opstellen. Ja. Je kan dan wel denken van, ja, maar Lunin, wat ik in het begin ook dacht, want Lunin heeft het geweldig gedaan. En dan kom je daarbij aandraven. Ja, dan, En de week nadien hebben ze dat weer gedaan en ging er dus 4 binnen. Ja. Nee, oké, het zou kunnen. We hebben ook met Thibaut Courtois kunnen spreken op de Media Day in Madrid. Dat mag dan natuurlijk maar maximaal 5 minuten, want zo streng is de UEFA dan wel. Ze staan er met de chronometer naast. Maar Thibaut die kwam nog eens terug op zijn maandenlange revalidatie en op het toch wel moeilijke seizoen. Ja, het begin is natuurlijk moeilijk na de operatie en ook eerst weten dat je heel lang gaat uit zijn. Natuurlijk een zware blessure, dat je nooit weet hoe je gaat terugkomen. Ook al heb je natuurlijk het gevoel van oké, ik ga sterk genoeg terugkomen of hetzelfde als vroeger, maar dat is altijd een onbekende. Maar gewoon hard werk, positief zijn. Ik denk in zo'n moment positief ingesteldheid is altijd het belangrijkste. En dat heb ik gehad. En uiteindelijk hard blijven werken, ook met die tweede kleinere blessure. Gewoon nog altijd met het doel om toch in mei een wedstrijd te kunnen spelen. Dat was het enige doel dat ik had. Eigenlijk gewoon hoop ik nog 1 of 2 competitiematchen kon spelen. Dat is uiteindelijk gebeurd dat ik er 4 kunnen spelen. Dus natuurlijk dat we nu nog een Champions League finale hebben met de ploeg is wel heel mooi. Hè. Ja, we hebben het inderdaad vermeld. 4 matchen tegen Cadiz, Granada, Alaves en Real Betis. In die laatste werd hij wel na een uurtje vervangen. Kepa mocht nog even afscheid nemen van. Dus meer moeten we daar niet achter zoeken. Nee. Ik ga er meteen nog een quote in gooien, want met Eduardo Camavinga hebben we ook gepraat. En ja, ik vond het wel opvallend hoe hij praat over Courtois.
Bah, l'impression qu'il me fait, c'est que on dirait qu'il n'a pas été blessé parce que quand il est revenu, il est directement revenu avec son niveau habituel. Donc voilà, je suis très content pour lui parce que surtout que ça n'a pas été facile cette saison. Mais voilà, il vient très bien, très bien. Ja, heel goed is hij al meteen. Het is een spontane jongen, die Camavinga. Ja, het is wel op zich straf dat hij had zelf, zei hij, Courtois, gehoopt op die ene match tegen Cadiz, 4 mei. Met de nieuwe blessure dan de meniscus dacht hij dat gaat niet lukken, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Dus ja. Dat zal heel hard werken aan vooraf gegaan zijn. Zo eenvoudig is het. En toch een soort enorme drive. Om wie weet, ergens in het achterhoofd denken van je weet maar nooit, misschien kan het toch nog. En kijk, hij wordt er formidabel voor beloond. Ja. Hij kan de eerste Belg worden die 2 keer de Champions League wint. En de vorige heeft hij zelf gewonnen eigenlijk. Ja, alleen. Alleen. Ja, bijna alleen toch. Dus hier gaat dat misschien iets minder nodig zijn. Dus ja, is dat toch een heel jaar lang in het revalidatiehonk en dan de Champions League finale kunnen spelen. Het is verschillend. Chapeau. Ik heb al gezegd, doelman, speler, dat is niet hetzelfde. Ja, jij vond al van in het begin, Courtois moet gewoon weer spelen. Die finale ook, communiceer daar open en duidelijk over. Maar ik begrijp Ancelotti. Maar ik snap dat ook wel, Nico. Ja. Een beetje chauvinisme kan wel, omdat ik ook vind... Het is Thibaut Courtois, het is de beste van de wereld, vind ik ook. En die wedstrijd dat hij gespeeld heeft, je kijkt daarna en je denkt van ja... Zal hij het nodig hebben? Ik weet niet welke wedstrijd. Doet er een save tegenvoets? Op het einde nog. Tegenvoets in de korte... Tegen 2 meter en je gaat zo snel naar de grond. Het is niet dat je zoals een speler 100% fit moet zijn en fysiek en kunnen lopen en je afstanden. Ja. Het is anders. Het is vooral mentaal ook. En ik denk ook als keeper, je doet heel dat werk, heel die maanden... Ja, op training doe je veel meer dan op een wedstrijd in de goal. He, als je die mannen ziet keepertraining krijgen, dan denk je... Oh, vliegen, up, springen, recht. Dat doet je niet op een wedstrijd zo vaak naar elkaar. Dus dan weet je dat het goed zit. Bij een speler is dat net andersom. Dan moet je die wedstrijden hebben om naar een bepaald niveau te stijgen. Maar je moet wel, Wesley, ook als doelman weer terug een beetje je eikpunten vinden. Natuurlijk geen teamwedstrijd, zoals blijkt. Maar je moet ook wel... He? Maar goed, als je er 4 of 5 kan spelen... Dat is ook wel. Maar goed, Thibaut weet ook van zichzelf volgens mij... Als ik speel, dan zal dat wel oké zijn. Wat het ook bevestigd heeft, de wedstrijd. Hij gaat spelen en gaat het goed doen. Daar twijfelen we niet aan. Peter, ik denk dat je ook wel uitkijkt naar... Nog een keer Jude Bellingham op Wembley. Je hebt het onlangs met de Rode Duivels meegemaakt. Hoe goed hij daar kan zijn. Maar tegen zijn ex-ploeg, hij zal super gemotiveerd zijn. En mag ik nu eens iets vragen, Peter? Wij op tv vonden het al wauw, maar was dat toen die wedstrijd live nog meer? Nou, vooral wat mij, en nog los van de kwaliteit die hij bracht, wat mij het meest imponeerde, ik heb het een van de vorige keren ook gezegd, was dat het toch maar een oefenwedstrijd was en een wedstrijd in een lange rij. Het was 1-2 en die bleef maar strijden alsof het de finale van het WK was. Om nog die gelijkmaker te maken. Het was eigenlijk bij wijze van spreken een eenmansploeg. Hè. Dat is fysiek, techniek, winnaarsmentaliteit. Enfin, het is een van de allerstrafste winnaars die ik in lengte van jaren heb gezien. Met alle negatieve kantjes er ook bij, hè? Want hij is ook onaangenaam. Redelijk gevig. Arrogant, eigenlijk ook. Arrogant, ja, tuurlijk. Want de wedstrijd die wij gezien hebben, Peter, met Real... hij niet wauw, hè? Maar hij heeft... heeft dan 2 keer blessure gehad, afgeremd, schorsing. Dan is het een periode wat minder geweest. En de statistieken zijn ook verdwenen. Ja. Maar hij is er wel weer een beetje terug doorgekomen. Ja, kijk, dat is het soort speler dat zo'n finale kan beslissen. Vinicius heeft dat gedaan in Parijs. Maar ja, zeker Jude Bellingham. Dus, en inderdaad, wat je zegt, een zeer speciale wedstrijd voor hem. Ja. Op Wembley, inderdaad. Vini Junior, Wesley... Top 5 qua spitsen in de wereld op dit moment, waar plaats je die? Qua spitsen of flankspeler? Wel ja, hoe beschouw je hem? Dat is misschien ook al een goede vraag. Ik moet zeggen... Of een flankspeler? Het is meer een flankspeler, vind ik. Komt te vaak van de linkerkant, maar bijna altijd. Zijn wedstrijd tegen Bayern München, tweede helft, indrukwekkend. Ze konden hem niet stoppen. Voor mij is dat een van de... Terugwedstrijd, bedoel je? Terugwedstrijd? Ja, terugwedstrijd die wij gezien hebben. In de heenwedstrijd scoorde hij ook 2 keer. Hè? Ja, maar in Madrid, ja, in de heenwedstrijd, was die bal van Kroos. Kroos zei hem, zeg, loop een keer, ik zal er hem even tussen steken. Maar toen Madrid op achterstand kwam, was er maar één man die effectief elke keer als hij de bal kreeg, acties maakte. En wij dachten, wanneer gaat het nu gebeuren? Wie gaat er hem nu afstoppen? En ja, het was niet. Ik moet zeggen, Kimmich, die heeft ook zijn peren gezien. Dat was voor mij
Een van de meest indrukwekkende dingen die ik live gezien heb dit jaar was Vinicius Junior. Dus ja, wereldklasse, wereldklasse. Maar ze hadden wel een flaterke nodig van Neuer eigenlijk. Ja, dat want wel, uiteindelijk hebben ze toch, en dat heeft Real Madrid eigenlijk ook wel, en ik kan ze niet allemaal opsommen, er staat dan ineens altijd wel iemand op die je niet verwacht. In dit geval dan Joselu. De overlevingsmodus. Die er dan ineens twee maakte tegen City. Was dat is toch geen toeval meer. Toen had hij nog die status niet. Rodrigo ineens dan twee doelpunten. Dat is toch geen toeval meer, als dat zo vaak gebeurt. Maar, ze dwingen eigen tegenstander tot fouten. Terwijl wij dachten, Neuer speelde zo goed. Hij speelde een fantastische wedstrijd. Ja, die gaat dan nooit... Hij pakte al, hij was echt Neuer zo... Ja, hoe zo kan hij die bal nu laten vallen? Ja. Dachten wij. Ja. Maar het gebeurde, hè. Mm-hmm. Ik denk dat we ook wel even mogen vermelden dat het de laatste match uit de carrière is van Marco Reus en van Toni Kroos. Ja, formidabel ook. Reus gaat misschien nog door, dat weten we. In Amerika gaat hij. Ik weet niet of dat zeker is. Is het bevestigd? Maar Toni Kroos, die stopt ermee na het EK. Dat kwam enerzijds een beetje als een verrassing, maar anderzijds als je dieper analyseert misschien ook niet. Hè, dat is typisch Kroos. Dus die denkt, ik ben hier nog bij de allerbeste van de wereld op mijn positie. Ik speel nog bij de beste clubs. Maar ik ga niet nog een keer, nee. Dus dat is... Los van het feit dat hij natuurlijk een geweldige voetballer is. Ja, ook iemand gewoon heel intelligent. Die nadenkt over de dingen. Die uitspraken doet. Ook over ploegmaats, maar op een consistente manier. En die heeft ook een podcast, denk ik, met zijn broer of zoiets. Nou, ik heb dat een paar jaar geleden een keer gelezen. Waar die ook heel erg goed schijnt te zijn. En dus, ja, Kroos die denkt van, ik ga niet nog... In Amerika of ergens anders voetbal. Nee, ik eindig, stel je maar eens voor, dat je dus eindigt met finale van de Champions League, winnen nemen we aan, en de finale van het EK in eigen land, in Berlijn, met Duitsland eventueel als winnaar. Zou kunnen Wesley stoppen op een hoogtepunt? Ja, je hebt dat ook gedaan bij Appelterre. Ja, dus. Enorm. Ja. Dank je wel, Nicola. Ik vind... Ik heb daar vragen bij, omdat... Ik snap het wel als je stopt op een hoogtepunt. Ik denk dat hij 34 is. 35 ondertussen. De vraag is, hoe gaat het met hem fysiek? Ja. Kan hij het nog elke dag opbrengen? Hoe zit het met de pijntjes? Want dat is één. Ja, twee, voetbal je graag? Dat is de belangrijkste vraag. Maar drie, ja, hij moet het niet meer doen voor het financiële. Dus, denk het niet, nee. Dus dat snap ik ook wel. En dat... Hij gaat wat meer thuis zijn nu, zijn. Ja. Hij gaat ook een academie openen in Madrid, waar hij... Ja, jeugdacademie. Hij blijft in Spanje? Of, ja. Okay. Ik open een jeugdacademie. Ja, maar ik denk altijd, ik zou dat ook wel durven doen als ik Toni Kroos was en ik speel de finale Champions League en ik mag nog naar TK, zou ik ook denken in zijn plek nu, Wesley, het is genoeg geweest. Het is een enorme rehabilitatie voor Toni Kroos. Ja. He, want het was ook een van de spelers die werd uitgespuwd na het debacle in Rusland 2018. Ja. Hij was weg. Uli Hoeneß heeft hem op alle mogelijke manieren beledigd. Nu nog in de aanloop naar die wedstrijd tegen Bayer. Door te zeggen van ja, toen en zijn voetbal is passé. Die mens is af en toe is verkeerd ook wel, dus, Uli Hoeneß. Vaker wel verkeerd dan niet tegenwoordig. Dus ja, het is een geweldige rehabilitatie. En ik werd het daar straks over verhalen. Maar ja, Reus... En Kroos samen, 11 jaar later. Enfin, Kroos was geblesseerd de vorige keer, maar in een finale. Ik heb het ook altijd wel een beetje voor die wat... Vrelen? Ja, wat vreemde, mythische Reus gehad. Zo. En liep daar altijd zo'n beetje, kon er nooit echt hoogte van krijgen. Wat schichtig figuur, hè? Ja, zo, voilà. Ja. Ja, maar geweldige voetbal. Ja, scoorde ja. Nog en gaf een assist in zijn laatste match tegen Darmstadt in de Bundesliga. Ja, ook dat afscheid was geweldig. Ja, heel mooi. Heel schitterende tifo. Maar bon, ik heb hier Peter al een paar keer horen zeggen. Ja, we gaan er vanuit Real Madrid wint. Is er een kans dat Dortmund toch wint? Want bedoel, het is ook al straf hoe ze hier zijn geraakt. Maar nu in de finale is er niemand die hen nog een kans geeft. 1%. Ja. 1%. Nee, kijk. Het is heel simpel. Voetbal is een lage scoresport, blijf dat nog eens zeggen. Dus het kan. Het kan. En Dortmund heeft al bewezen dat het kan. Alleen, we hebben dat tegen Bayern München ook gezegd. We weten dat Real Madrid op een of andere manier... Of dat ze nu de bal hebben, of op de tegenaanval. Of in de omschakeling bij balverlies van de tegenstander. Ze kunnen het op allerlei manieren en ze hebben een dikke konijnenpoot zitten ergens ook. Ja, dat is inderdaad van de Vlaamse dus, reus. Dus dus de vraag is, hoe gaat Dortmund, die ook al serieus wat meeval heeft gehad dit jaar, die drie mannen, en dan zeg ik Bellingham, Rodrigo, Vinicius... kunnen afstoppen, want die andere ploegen hebben het ook niet gekund. Mm-hmm. En als het moet, Peter, dan smijten ze nog eens
Joselu erin, als het eventueel moet. Ja. Dus de laatste finale die Real Madrid verloren heeft bij de landskampioenen... Hebben het hier staan. ...was in 81 tegen Liverpool. Nadien 8 finales gespeeld, alle 8 gewonnen. Ja. Daar zal ook wel een reden voor zijn, veronderstel ik. En daarom vind ik het zonde en alle sympathie voor Dortmund, want ze hebben het beste ook oké gedaan, dat het niet Paris Saint-Germain is. Want ik denk dat Real dan een probleem had gehad. Dan was er ook nog een extra verhaal met Mbappé. Maar die verhalen... Nu vrees ik dat we... Nee, ja. Nee. Dus hoeveel procent geef jij ze dat, Peter? Iets meer dan mij? Ik ga niet percentages uittrekken, maar ik denk dat we een beetje een finale krijgen zoals in Parijs in 2000 was het zeker. Gewoon 3-0. 3-0. Tegen Valencia, zoiets. Goed, mannen, ik ga jullie bedanken. Onze tijd zit er alweer op. Peter, behouden reis morgen naar Londen. Ja, veel morgen. Plezier met Gert, die de finale met jou becommentarieert. En hopelijk blijft alles rustig. Komt Gert met de fiets van in... Hij zit nog op zijn fiets. Ja, rustiger dan tijdens de EK-finale. Wesley, jij bent in de studio samen met Frankie van der Elst en ikzelf. Merci. We zijn er vanaf 8:15 zaterdag voor de eindstrijd in Londen, de Champions League finale. Graag tot dan.